Hey beste vrienden en vriendinnen van IFTV, ik ben eigenlijk in vakantie. Ja, maar we zitten nog in België. Normaal gezien hadden we heel andere plannen deze vakantie, maar omwille van de grenzen die gesloten zijn in bepaalde landen, hebben we heel onze vakantie moeten omgooien. Dus momenteel zitten we nog in ons kleine Belgenlandje. Maar hier kunnen we ons ook amuseren. En er is iets wat ik al heel lang wil doen. Ik weet niet wat het is. Het heeft misschien met mijn leeftijd te maken of zo. Vroeger, met mijn ouders, toen ik nog klein was, gingen we altijd zo ook in België wat rond. En dan kwamen we op verschillende plekken terecht. En een van die plekken die ik mij nog altijd goed herinner is Damme. Ja, Damme. Je gaat misschien denken van, oh, wat is daar te beleven in Damme? Ja, het is toch wel een dorp met een... Of klein stadje, ik weet niet. Is het een stadje? Nou, zoiets. Het is toch in ieder geval toch een plek met heel wat geschiedenis. Heel mooie omgeving. En ik hoop dat ik daar met een drone eens kan laten vliegen. Want het is een kanaal met een heel mooi rij bomen en dergelijke. Dus als het voor jou een beetje te saai is, dan moet je misschien een andere video gaan zoeken. Maar langs de andere kant, we zullen wel zien wat we ervan maken. We hebben nog een hele rit voor de boeg. Dus dat is hetgeen wat we vandaag gaan doen. Naar Damme even. Tijd om te vertrekken. Aangekomen in Damme. En Damme is een West-Vlaams stadje met 11.000 inwoners. Gekend voor zijn oude gebouwen. En ze profileren zich tegenwoordig ook als boekenstad. Dus ik weet niet of we boeken gaan tegenkomen. Ze hebben in ieder geval wel een heleboel oude gebouwen. Ik wil gewoon even terugkomen naar vroeger in mijn kindertijd. En toen ik naar school ging, kwamen we hier heel dikwijls. En ik heb er toch wel goede herinneringen aan. En het was nu zo lang geleden dat ik het toch nog eens wat opnieuw wilde doen. Over boeken gesproken trouwens, kijk. Inderdaad, de boekenstad. Dus we gaan de boekenstad Damme nog eens opnieuw proberen te verkennen. De Damse Vaart. En als je die in de richting waar we nu aan het wandelen zijn blijft volgen, die Damse Vaart, dan kom je in het Venetië der Lage Landen terecht, zoals ze dat noemen, namelijk de stad Brugge. Ja, ik weet niet of je dat met een bootje kunt doen. Er is een boot, jawel, er is een boot die hier net vertrokken is, dus ik vermoed dat je met een boot helemaal tot in Brugge kunt varen en dan terug. Hoeveel dat kost, geen idee. Ik weet niet of je zelf mee een bootje erin mocht. Geen idee van. Maar in ieder geval dus een paar kilometer verder en je zit in Brugge. De molen hierachter is de Schellemolen
En die werd voor het eerst in 1867 in gebruik genomen. De originele bedoeling van deze molen was als graan- en oliemolen, dat ze die toen in dienst hebben gesteld. Als je die een windmolen wilt gaan bezoeken, dan moet je even door het centrum richting Zuidparking wandelen, de brug over het kanaal. En een klein beetje verder wandelen aan uw linkerkant. Dan gaat links eigenlijk het pad op, waar de fietsers en zo allemaal zitten. En dan kun je naar die windmolen wandelen. €2 per persoon, denk ik. Of €2,50 per persoon. En hier wordt de geschiedenis en dergelijke van Tell Uilenspiegel uit de doeken gedaan. Nu, wie is Tell Uilenspiegel? Dat ga ik jullie direct laten weten. Het was in ieder geval een grote deugniet die zogezegd het Vlaamse karakter vertegenwoordigde van de bevolking. De tekening die je hierachter ziet, die zijn door Weile Willy van der Steen gemaakt. Willy van der Steen mochten die niet kennen, dat is een schande, want dat was de man van Suske en Wiske en talloze andere stripverhalen, de Rode Ridder en dergelijke. En die heeft op een bepaald moment ook een stripreeks gemaakt, De Geuze. En op een bepaald moment komt daar ook Tell Uilenspiegel in voor. Tell Uilenspiegel is een figuur uit de Duitse en Nederlandse folklore, waarvan de verhalen ontstonden in de 14e eeuw. Aan het einde van de eeuw was het uiteindelijk de Duitse stadsambtenaar en dichter Herman Bothe die de bekende avonturen van Tell Uilenspiegel voor de eerste keer opschreef. En in die verhalen trekt Tell Uilenspiegel door Europa en onderweg houdt hij iedereen die hij tegenkomt voor de gek en haalt een heleboel dolle fratsen uit, met daarbij ook nog een heleboel schunnige moppen. Nu, een heleboel van die verhalen veranderden met de jaren, iets wat wel vaker gebeurde met volksvertellingen. Hierdoor kreeg de volksheld in iedere versie lokale eigenschappen toegewezen. Bijvoorbeeld in de Nederlandse edities werd Uilenspiegel een Vlaming die geboren en gestorven is in het plaatsje Damme, de plek waar we nu zijn en waarom dus dit museum er ook is. Nu, er is hier ook nog een standbeeld van Tell Uilenspiegel. En dat ligt een beetje verstopt. Maar wie zoekt, die vindt. Voilà. En een klein beetje verder, hier in de straat, is het beeldje van Tell Uilenspiegel. Ja. Damme is ook gekend voor zijn lekkere pannenkoeken. We zitten hier in het pannenkoekenrestaurant van Damme, de Kloek. Ik heb een pannenkoek met graan manier genomen en ijs. En Veronique heeft een pannenkoek ter kloeven genomen, dus met banaan en chocolade.
Ter Kloeve is de naam van het pannenkoekenrestaurant. Dat is eigenlijk het bekendste pannenkoekenrestaurant in Damme. De reden waarom ik dat weet is omdat ik vroeger als kind kwam hier ook al met mijn ouders, met de familie. En dan gingen we er altijd een pannenkoek eten. Dat was in heel België bekend voor zijn pannenkoeken. Beste vrienden en vriendinnen, dit was het mooie Damme in West-Vlaanderen. Ligt niet ver van Brugge. Als je het kanaal waar ik hier bij sta gewoon volgt, dan rij je los op Brugge. Dus dat is heel gemakkelijk. Heel mooie omgeving om te fietsen. Er zijn heel veel fietsers. Nu, als je van actie houdt, ja, Damme is natuurlijk niet echt op actie gericht. Er zijn veel mooie dingen die je kan bezichtigen. Die grote toren die je in mijn dronebeelden zag, daar kan je trouwens overdag op. Helemaal op het dak heb je ook een heel mooi uitzicht over Damme natuurlijk. Er is hier wel het een en ander te zien. We hebben Tijl Uilenspiegel, het museum. En je kan hier lekker eten bij alle restaurantjes die hier zijn. Maar als je echt van pannenkoeken houdt, dan zou ik toch wel aanraden om bij hetgeen te gaan waar wij zijn geweest. Want dat is bekend om zijn pannenkoeken. Heel vriendelijke bediening trouwens ook. Nu, als je van meer actie houdt, dan zou ik toch wel voor een ander plek kiezen. Maar ik vind het echt de moeite om wel eens te bezoeken. Het was voor mij ook een beetje nostalgie uit mijn kindertijd. Er staat trouwens gigantisch veel wind. Hopelijk horen jullie mij. Ik gebruik een externe microfoon. Ik moet ook zien dat ik binnenkort toch wel eens een wide-angle lens ga aanschaffen. Want voor bepaalde dingen is het toch wel iets handiger dan deze. Maar ik zou ook wel eens willen weten wat jullie vinden van de beelden van mijn nieuwe camera. Waarmee ik aan het filmen ben. Ik ben er echt eigenlijk op en top tevreden van. En daar ga ik binnenkort nog veel meer filmpjes mee maken natuurlijk. De Fujifilm X-T4. Goed, ik neem afscheid van jullie vanuit dit prachtige Damme in West-Vlaanderen in België. Ik zou zeggen, zoek het eens op en bezoek het zeker en vast als het jou interesseert. Want het is echt een heel mooie omgeving, ook een heel leuk stadje. En ja, dat is hetgeen wat ik je eigenlijk nog meer over kan vertellen. Goed, bedankt voor het kijken. En vergeet zeker niet te liken als je mijn video leuk vindt. Als je meer wil zien, vergeet dan zeker niet te abonneren op mijn kanaal. Voor meer leuke video's die jullie richting uitkomen. De ene keer zal het een beetje meer actiegericht zijn. De andere keer misschien rustig. Het hangt er allemaal vanaf natuurlijk wat we gaan doen. Goed, dat was het. Tot de volgende keer. Bye.